Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets anders doen. Vandaag ga ik mijn setup veranderen. Dus wat ik ga doen, ik zet die bureaus tegen elkaar hier in het midden. Dan ziet het er wat beter uit. Dan als ik mijn camera hier zet, zien jullie die hoek daar. Misschien een beetje van het raam, maar dat is niet zo heel erg dan. Ja, ik wilde veranderen. Ik was niet tevreden, want je kunt mij dan zien in de camera. Zeg eens hallo tegen jezelf. Hallo. Ik weet, het is een andere video dan normaal, maar het zal niet erg zijn voor een keer. Dus laten we beginnen. Los. Oh shit. Kijk wat er gebeurd is. Oh, ik hoop dat dat niks met de audio te maken heeft. Oh. Ik moet dat stuk teruglijmen. Oh nee, jawel. Ik moet dat stuk teruglijmen. Dat komt niet goed. Alles is zo goed van de tafel tot nu toe. Wat ik nu ga doen is deze naar daar schuiven. En dan gaan we die ook verschuiven. Wat ik bij de computer ga doen, weet ik nog niet. Ik heb geen zin om al die stekkers uit elkaar te halen, maar als het moet, dan moet het. Ik denk dat ik die pc hier ga zetten. Dan misschien iets te korte kabel voor mijn muis, maar of het is nipt of het is gewoon niet. Maar nu die andere bronnen. Wat ik nu eerst ga doen, ik ga mijn apparatuur terug aan mijn kast vastmaken aan mijn computer. En dan is dit stuk al af. Oké, by the way, kijk hoe vuil het hier is. Kijk. Dat gebeurt er allemaal onder de kast. Maar we gaan weer verder. Oké, nu komt het. Gaat de muis het halen? Oh, mijn gemak, joh. Oké, mijn muis heeft het gehaald tot van achter. Kijk wat kabels. En ik ben nog niet eens klaar. Mijn muis heeft het gehaald, maar soms dan begint die te trekken, had ik eerst. En wat ik dan doe als die begint hier te trekken, ik pak dan wat duct tape.
opgelost. Kijk, nu heb ik vrije ruimte. Nu begint hij niet te trekken. Ik kom hier net uit het scherm, maar zoveel ruimte heb ik niet nodig. Mijn sensitivity staat niet zo laag. Maar wat ik eerst nog ga doen, ik ga dit terugmaken. Want het ziet er niet meer goed uit. Ik heb lijm, want ik ga alleen dat stuk doen, want hier is dat knopje daaruit. En aan de andere kant niet, dus ik doe dat alleen daar. En ik kom... Oké, ik heb het hier. Ik ga dat nu lijmen. Het stomme is ook, hier is alles afgebroken. Dan heb je dat ook moeten teruglijmen. Alleen dat was mijn eigen schuld. Hier, dat was gewoon omgevallen. Ik trok dat hard toen. Oké, ik heb het topje losgekregen. Laten we nu lijmen. Ik doe deze in ieder geval uit. Even zo houden. En tot ziens. Oké, ik heb die vastgezet bij een riem van mij. Ik hoop dat dat zobiet goed komt, want wat ik hier zie, kunnen jullie dat zien, is het niet goed. Het is precies wat ingedeukt, ja. When the beat drops out with you, I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. Zien jullie al wat ik probeer te maken? Kijk, aan deze kant. Mijn PC-gaming en aan die kant meer de PlayStation. En hier is een heel groot gat, maar dat vul ik nog wel eens op. Wat ik nu ga doen is materialen, allee, de gear van die kant erop zetten. Dus, let's go. Dus... Dat hier. Lego. Hoe zit die vee aan daar? When the beat drops out. When the beat drops out. Oelala, kijk hoe mooi, hoe prachtig. En dan zie je deze. Nou, daar zit ik wel een doos neer of zo. Maar kijk. Is niet geweldig? Ik vind het prachtig. Kind of. Die kant ziet er beter uit. Hij staat. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video. Vond u deze video leuk? Ik weet, het was anders dan normaal. Maar dat mag wel eens voor een keer. Hè? Maar ik hoop dat jullie een like zullen doen. Dat jullie gaan abonneren en ja, dat jullie terug bij de volgende video erbij zijn. Dus tot de volgende video dan. Hè. Doei mensen.